Ja, we hadden het er net al over dat we erop terug zouden komen. Die grootschalige dijkoefening die gaande is in onze provincie. Veel mensen hebben misschien 1995 nog wel op hun netvlies staan. Het water was toen zo enorm hoog dat het op sommige plekken zelfs kritiek werd. En na dat moment zijn de dijken bij ons nooit meer zo grondig gecheckt als deze week. Oscar Schiep staat in het gebied waar het allemaal gebeurt, in IJsselmuiden om precies te zijn, waar allerlei materieel ligt opgeslagen. Ja, Oscar, de derde dag hebben we gehad wat die oefening betreft. De eerste twee dagen was het eigenlijk vooral binnen, vandaag echt het veld in. Zijn er al conclusies te trekken? Daar zijn nog niet echt conclusies te trekken, Sarah. Want ja, de oefening is nog niet afgelopen. Die duurt tot en met vrijdag. En de evaluatie is dus ook nog niet geweest. Er zullen vast en zeker al wel verbeterpunten zijn opgeschreven. Want het is echt een enorme crisisoefening. Waarbij organisaties samenwerken die dat niet heel vaak doen. Hè, Rijkswaterstaat, Defensie, de veiligheidsregio's. 5 waterschappen maar liefst. En al die organisaties draaien op hun eigen systemen. En die zul je wel op elkaar af moeten stemmen als het recht op aankomt. En daar is deze oefening onder meer voor bedoeld. Dat er in die dijkringen hier in het waterschap van de Drentse Overijssel Delta wat zwakke punten zitten, dat was ook voor deze oefening al wel bekend. Dus daar heeft deze oefening op zich niets mee te maken. Laten we even kijken naar een impressie van de dag. Deze hoogwateroefening strekt zich uit langs vrijwel het hele rivierengebied van Nederland en in Overijssel spitst het zich toe op de IJssel. Van Deventer tot ver voorbij Kampen is dijkbewaking actief. Deze hoogwateroefening is afgelopen maandag al begonnen, maar vandaag zou het water virtueel op zijn hoogste punt komen. En dat is het moment dat de spanning toeneemt. In een realistische situatie althans, want dit is de huidige werkelijkheid. Eigenlijk zouden we hier helemaal niet kunnen staan. Eigenlijk zou hier het water, ik denk ongeveer 2 meter staan, dus ongeveer het niveau van ons hoofd, zou tegen de dijk aanklotsen. Zouden we ons hier geweldig veel zorgen maken over deze plek in deze dijk, omdat daar toch een zwakke plek in zit en dat het water langzaam zeker daar doorheen sijpelt aan de andere kant. En hebben we Defensie ingeroepen om ons te helpen om die zwakke plek te versterken. Sinds 12 uur vannacht controleert de dijkwacht de dijken langs de IJssel op zwakke plekken. Hier en daar hebben onze dijken versterking nodig, maar dat was al bekend. En volgens de dijkgraaf hoeven we ons daarover geen zorgen te maken. De regels tot het begin van dit jaar waren geënt op een regelgeving van 1960. En toen in die tijd is die wet bepaald en nu hebben we ons gerealiseerd dat het land natuurlijk veel dichter bevolkt is dan toen en dat er veel meer investeringen zijn en dat de gevolgen van een overstroming ook veel dramatischer zouden zijn dan in die tijd. En dat betekent dat als je dat doorrekent dat die dijken toch weer sterker moeten worden, breder en hier en daar hoger, om te voorkomen dat het gewoon fout gaat. Dus we bereiden ons voor op die verandering, maar ook op het klimaat. Het klimaat verandert ook. Nou, we zien in de landen om ons heen wat dat voor gevolgen kan hebben. Dat betekent voor ons dat er uit Duitsland veel meer water kan komen dan vroeger het geval was. Ja, dat komt er wel door onze rivieren en daar moeten onze dijken klaar voor zijn. Er zitten dijken in die wat zwakker zijn dan andere dijken. Maar je moet je dan wel voorstellen dat die dijken die wat zwakker zijn dan andere dijken, dat 10 jaar geleden die dijken nog goed genoeg waren. Dus het is niet zo dat dat ineens een hele zwakke dijk is. Nee, 10 jaar geleden was hij nog goed genoeg. Maar als je hem nu houdt tegen de eisen die we er nu aanstellen, zeggen we, kijk, dat zijn wel de dijken waar nu het eerst aan moet worden gewerkt. Dan is het eerst hier. Ja, naast mij staat Herald van Gerner, woordvoerder van het waterschap Drentse Overijsselse Delta. Herald, waarom zo'n grootschalige rampoefening? Want dat is nu niet vaak gebeurd. Nou, omdat het een ontzettende uitdaging is. Om op deze grote manier de kraan te pakken. Normaal gesproken en in het verleden hebben waterschappen of veiligheidsregio's afzonderlijk ook wel oefeningen uitgevoerd. Maar dan hou je het binnen je eigen calamiteitenorganisatie. Ja, en in 1995 ging het bijna mis. En toen komen we er ook achter dat je elkaar goed moet weten te vinden. Dat er korte lijnen moeten zijn. Dat je weet wie wat doet. En dan is zo'n oefening in een veel groter gebied en een veel grootschalige aanpak zoals we nu doen. Ja, is daar uitermate geschikt voor. Ja. We hoorden net de dijkgraaf al even zeggen dat er wat zwakke plekken zijn in het dijkensysteem van het waterschap Drentse Overijsselse Delta. Was al bekend, is niet bij deze oefening naar voren gekomen. Maar hoe ernstig verzwakt zijn die dijken? Stel dat het volgend jaar echt hoogwater wordt, wat dan? Nou, die dijken zijn niet zwak hoor, die liggen er gewoon goed bij. Het heeft alles te maken ook met de nieuwe eisen die er zijn voor de dijken sinds dit jaar. Dus ik vergelijk het altijd met een APK-keuring van mijn auto. Die voldoet dit jaar aan alle eisen. Maar als die APK-keuring volgend jaar veel strenger is, dan heb ik nog dezelfde auto, maar voldoet die niet. Dus, en de zwakkere plekken die er zijn, want her en der zijn die er wel, ja, die houden we natuurlijk alert in de gaten wanneer het hoogwater is.
Hartstikke goed, dankjewel Herald. We staan nu in IJsselmuiden op de plek hier achter me waar de hoogwaterbrigade zich verzamelen gaat zometeen. En van waaruit de mobiele waterkering in de binnenstad van Kampen opgebouwd zal gaan worden om te voorkomen dat Kampen overstroomt. Dat is wat later vanavond zal gebeuren. En de rest van de oefening ja, die duurt nog tot en met vrijdag. Pas vrijdag zo naar verwachting rond het middaguur wordt alles afgerond. Oscar Siep in IJsselmuiden, dankjewel.